Het plan voor een dorpslandgoed aan de noordkant van Almelo. Het lijkt te mooi om waar te zijn en dat blijkt, want projectontwikkelaar Sant Ruiter lijkt er zelf niet meer in te geloven. Hij stelt de gemeente Almelo in gebreken als zijn plan over 14 dagen het niet gaat halen in de gemeenteraad. Ik heb de gemeente, het college, in gebreken gesteld. Waarmee ik bedoel, als wij deze informatie bij tijd zouden gehad, hadden wij anderhalf jaar geleden beter ons op andere zaken kunnen richten. Hoe heeft het allemaal zo ver kunnen komen? Waterrijk was het plan. Een wijk met waterwegen waar bewoners hun jacht bij huis konden aanmeren. Een plan dat te mooi bleek voor Almelo. Jarenlang werd landbouwgrond aangekocht, wat de gemeente vele miljoenen heeft gekost. En toen kwam de crisis. De wijk zal er nooit komen en de gemeente zit in de maag met vele hectares onverkoopbare grond. De rente op de lening kost de gemeente jaarlijks heel veel geld. Bij verkoop is de opbrengst van de grond veel lager dan het aankoopbedrag. Dus is er een zoektocht naar andere oplossingen. Vele plannen zijn de revue gepasseerd. Een van de hardnekkigste is het dorpslandgoed, het Loogoed. Een natuurgebied dat openbaar is voor mensen die het willen bezoeken. En er kunnen zo'n 500 mensen gaan wonen die zelf zorgen voor het onderhoud van het landgoed. Een mooi plan, wat uiteindelijk de gemeente misschien 9 à 10 miljoen euro zou kunnen opleveren. Zou kunnen, want er is onzekerheid. Veel onzekerheid. Dat hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Wat ik ook geschetst heb, de gemeente heeft ons uitgenodigd om hier een plan te ontwikkelen. Als je zo'n vraag stelt, dan weet je, dat mag je ook van een professionele ambtenarij verwachten, dat je fasegewijs aan zo'n plan werkt. Dat is wat wij doen. Wij hebben twee fasen doorlopen. Dat was een oriëntatiefase en daarna een initiatieffase met een haalbaarheidsstudie als uitkomst. De logische volgorde is vervolgens dat je aan een planontwikkelingsfase begint. Nou, die fase heeft de gemeente eigenlijk in een heel vroeg stadium al onmogelijk gemaakt door te besluiten dat de woningaantallen eraf gaan. En daarmee heb je eigenlijk niks meer in handen. Dat is wat ik bedoel met een lege huls. Dan heb je een niet betekenend voorstel op tafel gelegd. Want als je nu voor een dorpslandgoed zou kiezen, dan heb je niks in handen. Immers een dorpslandgoed zonder woningaantallen, dat gaat nergens over. Dat is die lege huls. Aan de andere kant is er een aanbod van de provincie. Dat wil de landbouwgrond nu aankopen voor herverkaveling. Boerenbedrijven die elders uit de provincie weg moeten vanwege bijvoorbeeld Natura 2000 gebieden, kunnen dan naar deze plek verhuizen. En daarmee kan de gemeente in één klap zo'n 13 miljoen euro binnenhalen. En dat is snel geld en daar lijkt de voorkeur van de gemeenteraad dan ook naar uit te gaan. Weinig kans dus voor het dorpslandgoedplan. Maar volgens ontwikkelaar Ruiter is het al veel langer bekend dat zijn plan het niet kan gaan halen. Er is feitelijk al een beslissing gevallen, ruim een jaar geleden. Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar kansen, maar de realiteit nu in Almelo bij dit college is dat het feitelijk niet gewild wordt. Hij is door de ambtenaren en wethouder aan het lijntje gehouden, zegt hij, terwijl de voorwaarden voor zijn plan al ruim een jaar geleden onmogelijk zijn gemaakt. Het is dus bijvoorbeeld niet haalbaar. Nee, niet door wat er afgelopen jaar, anderhalf jaar, ambtelijk en bestuurlijk is gebeurd. En dat is natuurlijk heel kwalijk. Hè? Dat zou je onbehoorlijk kunnen noemen. Gaat u daar wat mee doen? Want ik krijg de indruk dat u eigenlijk het plan hebt opgegeven. Nou, we moeten realistisch zijn in dit werk. Wat ik gedaan heb, heb ik ook gezegd. Ik heb de gemeente, het college, in gebreken gesteld. Waarmee ik bedoel, als wij deze informatie bij tijd zouden gehad, hadden wij anderhalf jaar geleden beter ons op andere zaken kunnen richten. 12 april vergadert de gemeenteraad opnieuw over de opties, maar een meerderheid van de raad lijkt te kiezen voor verkoop aan de provincie. De kans is groot dat daarna een claim komt van Too Open, het bedrijf van Ruiter. Ik wacht eerst het debat af, wat over 2 weken komt. Dat lijkt me echt buitengewoon verstandig. En dan zien we verder. En ik denk even verder, want als ik het nu zo proef, denk ik dat het niet gaat halen. Dat de gemeente voor de zekerheid kiest. Als de gemeente het collegevoorstel volgt, klopt dat. Maar je weet het nooit. Eerst zien, dan geloven. Hè? Komt er nog een konijn uit de hoed? Wie zal het zeggen? Het zou niet de laatste verrassing zijn binnen de gemeente Almelo. Laten we het rustig afwachten. Wordt vervolgd.